Goedendag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza. Kijken we naar de satellietfoto, dan zien we dat de afgelopen nacht al wolkenvelden over het land trokken. En daar hebben we vandaag de rest van de dag ook mee te maken. Maar er zijn ook zonnige perioden en dat zal vooral in het zuiden en oosten van het land zijn. Het is nu een graad of 15, vanmiddag wordt het uiteindelijk 19 tot 22 graden. En daarbij staat een matige wind uit het zuidwesten, kracht 3 of 4. Later vanavond gaat de bewolking geleidelijk aan afnemen en de komende nacht is het op veel plaatsen helder en kan het wat nevelig worden, misschien dat het later op de avond ook al gebeurt. De wind gaat dan ook afnemen en morgen staat er überhaupt niet veel wind, als er het al een beetje waait dan gebeurt het uit noordelijke richtingen en dan is die matig kracht 3. Het wordt 20 tot 23 graden en naast flinke zonnige perioden zijn er ook wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Dinsdag wordt waarschijnlijk een geheel zonovergoten dag. Pas laat op de dag komt er naar het noorden wat meer bewolking opzetten. Het wordt dan 21 tot lokaal misschien zelfs zomers 25 graden. Woensdag en donderdag komt de wind weer uit noordelijke richtingen en dan moet de temperatuur een aantal graden inleveren, maar het blijft nog altijd droog en vrij zonnig. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.